Zomer rode en wijn. Oh, Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen. Meteen gaan huilen als ik Den Haag ineens zal zijn. Oh, oh, Den Haag, maar wie stelt achter de duinen? Is het ons weer de lange grote en plein? Oh, oh, Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen. Meteen gaan huilen als ik geen hagen eens zou zijn. Meteen gaan huilen als ik geen hagen eens zou zijn. Meteen gaan huilen als ik geen hagen eens zou Malt of de pestpleuris. Ja, dan sta je even uit te kijken hoor. Ze hadden mij hier een of andere Frans beloofd. Zo'n bolmannetje. Met een Harry Potter brilletje op. Staat er ineens zo'n lange dunne surf dude met zo'n wapen. Door dat lul ijzer heen te ouwehoeren. Ja, zonde man. Fransie was toch wel een beetje het gezicht van het gezwam. Ja, ik kan eigenlijk wel een beetje zeggen dat Fransie... een beetje het gezwam rond de Dam zelf was. Beide door de jaren heen veel geslap geouwe hoer en behoorlijk gegroeid ook, hè. Ho. Ja, zo vol als dat die tent zich soms voelde, zo voelde Francis Siletje zich altijd. Maar ik zal me even voorstellen, ik ben John en ik kom uit Den Haag. Ja, ja, Den Dorp. Ja, ik woon daar in mijn flatje samen met mijn nieuwe schatje Kyokyo. Ze is Thijs. Oeh. Ja, laatst nog waren we in de keuken aan de gang. Komt ze ineens met zo'n grote pepermolen aangelopen. Loop, ik heb het geweten hoor. Ik heb een week lang moeten afvegen met van die zacht fluwelen vochtige babydoekjes. Ja, als zij zin hebt, dan is nee geen antwoord hoor. Ik heb gewoon bijna elke avond seks. Ja, bij haar hou ik gewoon nooit mijn kok droog. En ik zie jullie kijken, vieze mannetjes. Doe mij nou ook zo wijfie, elke avond. Nou, daar is niks leuks aan hoor. Die blagenzalf die helpen op een gegeven moment ook niet meer. Ja, en dan zeggen die avondvierdaagse lopers, aijo, mooi even erheen sjouwen. Nou, mooi niet hè. Mijn jonge heer, die begon er op een gegeven moment uit te zien als een zwart gebladerde berkenboom uit de bossen van Australië. Maar ik zal jullie even vertellen hoe ik Kyokyo heb leren ontmoeten. Een maatje van mij, Harry, liep altijd zo op te scheppen dat hij al die wijven van links naar rechts door zijn kamer heen zwijpte. En dat deed hij allemaal via een appie op zijn telefoon. Dus ik Harry opbellen. Hey Harry, die kerel was natuurlijk kaatslam. Ja, het enige wat ik ervan kon maken was iets met Inder aan het eind. Even zoeken en gevonden, grinden. Nou... ik kon naar links vegen wat ik wou, ik kon naar rechts vegen wat ik wou, maar ik kwam alleen maar van die drollendeukers tegen. Nee, daar moet John niks van hebben. Nee, het enige voordeel dat die lui hebben is dat ze kunnen kakken zonder te douwen. Ja, en wat ik ook niet begrijp, is dat die lui zich niet kunnen voortplanten, maar het worden er wel steeds meer. Ja, en dan schijnen ze ergens uit een of andere kast te komen ofzo. Nou ja, toen maar even op Google wezen rondsurfen en daar vond ik de site een liefde op bestelling. John was gelijk verkocht. En Kyokyo ook. Ja. En dan hoor je wel van die horrorverhalen. Ja, dat ze die mannen uitbuiten en van het geld aftroggelen en zo. Nou, dat laat John zijn eigen moer niet gebeuren. Ik had haar van tevoren verteld dat ik een rijk man was met een groot huis en een wetsuitzicht over ons mooie stadje. Stond ze mooi raar te kijken toen we op de tweede etage van mijn flatje al uit moesten stappen. Maar zoals ik al zei, deze kan behoorlijk dominant zijn en ben ik niet zomaar de baas. Dat was bij mijn vorige vrouwtje wel anders. Fatima, zo'n mooi Marokkaans wijfie. Prachtige donkere haren, slank lichaampie. Ja, mijn hartje ging altijd sneller kloppen als ik haar zag. Of het kwam door de broer die altijd achter eraan liep. Ja. En met Fatima heb ik ook nog een keer een ongeluk gehad.
Ahmed, onze zoon. Ja. Ahmed lijkt niet op zijn moeder. Nee, maar hij heeft wel de streken van zijn moeders kant. Ja, op een gegeven moment vroeg Fatima naar mij nog van... John, zou ik die hoofddoek niet inruilen voor een burka? Maar dat zou toch zonde zijn van die twee mooie blauwe ogen? Of nou ja, één, leg hem maar net aan hoe goed ze luisteren. Ja, Ahmed die lijkt niet op zijn moeder. Nee, laatst nog moest ik Ahmed ophalen. Uit de vissersdorp hier, uit de buurt. Hij had het over een grote uitwedstrijd. Allemaal honkbalknuppels mee en zo. Nou, ik wist helemaal niet dat al klerenjongen op zo'n hoog niveau honkbal deed, joh. Overal politie, met honden en zo, joh. Och, man. Ja, wat ik wel een beetje vreemd vond, was dat elke speler een eigen knuppel vast had. Normaal is er maar één de slagman. En de pitcher, die stond met stenen te keilen in plaats van met ballen. Maar dat zal wel een cultuurdingetje zijn, met stenen gooien. Nee. En op school deed Ahmed het ook nog niet zo goed. Nee, het enige waar Ahmed het goed op deed, dat waren opgevoerde scooters, beveiligingscamera's en op jonge meisjes. Ja, maar de druppel was wel toen ik Ahmed van het bureau af moest halen. Werd ik 's morgens wakker gebeld. Ja, hallo, papa, met Ahmed. Ik zit in de cel met neefjes. Jij achterlijke kleren, jongen. Ik had je toch nog zo gezegd dat je niet met je neefjes meer om moest gaan. Nou, een heleboel gestampij om niks. Hij bleek gewoon met een A3N vast te zitten. Nee, dat was wel de druppel. En die falafel van zijn moeder, die frat ik ook al een tijd niet meer. Dus ik heb hem en haar zo mijn fletje uitgetrapt. Maar dan komt de klap, hoor. Ik bedoel, hoe komt anders dat bier in de koelkast? En dan nog te zwijgen over het betalen? Ja. Nee, ik moest dus wel weer een keer naar het UWV om te vragen voor meer geld. Want als ze ons nou allemaal een keer een beetje meer geld zouden geven, dan zouden wij er ook nog gewoon wat makkelijker van kunnen leven. Of moeten wij soms ook gaan staken, net als al die boeren en die buschauffeurs, die koffersmijters op Schiphol en die leraren. Ja. Nee, maar die leraren, dat begrijp ik wel. Er is altijd een tekort aan, joh. Ja. En nou als gevolg hebben de brugklassers een leerachterstand, omdat er op de basisschool te weinig leraren zijn. Maar dat is niet iets van nu, hoor. Nee, kijk nou naar de Kleiduikers Attentie, die hebben al jaren achterstand. Nee, en over die boeren gesproken, laatst nog werd ik wakker gemaakt, midden in de nacht. Allemaal van die klerentrekkers door mijn straat heen. Nou, ik wist wel dat die boeren vroeg begonnen, maar 10 uur in de morgen, allemachtig. Nee, maar ja, wat doe je dan als je wakker bent? Dan ga je even naar de appie, ontbijtje scoren. Dus ik pleurde in mijn mandje, zakkie witte sneetjes, doosje eieren, pakkie spek en natuurlijk een sixpackie met goudgele rakkers. Kom ik bij de kassa mijn achterbuf tegen. Oh, John, even een lekker stevig ontbijtje om de dag goed te beginnen. Ja, zeker, buf. En als ik alle 6 op heb, heb ik misschien ook nog wel trek aan een uitsmijter. Over vreten gesproken, kennen jullie die mop al van wat zegt de Thaise koekoek? Nee? Kroepoek! Ja, is ook wel lekker bier, hoor. Ja, vroeger soop ik al de corona, maar daar kreeg ik steeds vaker koppijn van, joh. Ja, ik ben ook niet de enige, hè. Kijk naar die Chinezen. En die lui, die gaan er ook nog zo moeilijk bij kijken. Nee, maar goed. Ik moest dus een keer naar het UWV om te vragen voor meer geld. En wat loop ik daar binnen ondersteboven? Een of andere burgemeesterspet. Hé, hey, man, leier, kijk uit je doppelman, wie denk je wanneer wie je bent? Nou, mijn naam is Haraldje Bouwman en ik ben een voormalig burgemeester van de Noordoostpolder. Oh, en waarom ben je... Nee, je had gelijk. Het was een ontzettend moeilijk, lang, klote verhaal. Hij vertelde mij, Wiema Haagsma, die komt het vanavond hier op het podium nog even uitlichten. En zo niet, dan houden we het erop dat jij zijn koorknaapje was. Nee, maar goed. Ik was eindelijk aan de beurt. Bokkie pleur erbij. Zegt dat wijfje tegen mij. Zo, John, en waarom heb jij dan wel recht op meer geld? Nou, ik heb een tennisarm. 2 versleten knieën, kapotte rug en een halte reet. Oh,
Zou je dan niet eens een nieuwe bank gaan kopen? Joh, achterlijke. Ja, dat was dus wel een beetje het moment. Ome John was een klein beetje door zijn smoesjes heen geraakt. Ja, ze hebben mij toen een baantje aangeboden. Hier in de Noordoostpolder bij level 1. Nou, prachtig joh. Zomers een beetje onkruid wieden, hè? Beetje kluiten rapen. Af en toe nog een beetje uitsorteren. Ja, dat baantje was me op het lijf geschreven joh. Lekker de hele dag met de klauwen uit de mouwen, met mijn Poolse vrienden. Ja, wat? Waarom ik bij jou altijd te laat kwam? Ah joh, nee, van dat Chinese hongerloontje van level 1 keek nog steeds niet helemaal leven. Dus af en toe doen we s'avonds nog een beetje bijbeunen met die Poolse rukkers. Mocht er nog iemand belang hebben bij een tweedehands accuboor of een gebruikt GPS-setje, je kan me altijd even aanschieten. Ik sta bij de bord. Yo!